Dus het werk is dan eigenlijk een liefdesverhaal die rechts van onder begint en het gaat in een draaikolk voort. Hier is het einde. Ik zal wat uitleg geven bij de tekeningetjes. Het werk noemt Waar is mijn kat? De kat is hier. En je gaat op zoek naar poezen in je leven. Poezen zijn de vrouwen. Voor je reis begint, neem je nog even een koffiepauze. En dan vertrek je echt op reis via de bomenrij hier naar omhoog. Het liefdesleven is een beetje een oorlogsgebied. Afgebeeld door het geweer, hier ook, de kogels. De pijlen geven de richting aan van het werk. En dan vind je je vriendin uiteindelijk en gaat je samen aan een reis beginnen op, om te zien of je samen een babytje wilt. En als dat babytje er dan uiteindelijk is, is je leven dan voorbij of niet? Het leven is niet voorbij. Er moet wel veel gesleuteld worden aan je relatie, maar uiteindelijk komt er wel in een kleine thuis.